Welkom bij Latje Trap, waarin spelers van de Veenendaalse voetbalclubs de komende weken de strijd met elkaar aangaan. De spelregels zijn simpel. Iedere speler schiet 5 keer. 2 keer vanaf de 11 meter en 3 keer vanaf de 16. Schiet je op de kruising, dan krijg je 3 punten. Schiet je op de lat, dan krijg je de 2. Mik je op de paal, dan volgt 1 punt. En scoor je, dan krijgt de speler een halve punt. Tim Bogers, 23 jaar, spits van VV Veenendaal. GVV op plek 1, maar de keeper gaat eraan. Dat is hem. 1 uit 2. Tevreden? Ja. Ik had de eerste had er ook op gemoeten. Hey, nu 3 keer vanaf de 16. Hoeveel gaan er raak? 2. Hey, Tim Bogers. Volgens mij heb je Johan Jansen, de doelman van GVV, niet ingehaald, maar toch een prima score. Hoe sta je ervoor? Ben je tevreden? Tevreden wel. Dat ik een keeper voor me moet duiden, dat was minder. Alleen, we hebben een spits wel scoren, hè? Dus die is er niet zo goed in. Met een score van 6,5 punt zien we de spits van Veenendaal terug op de tweede plaats. Kijk volgende keer weer om te zien of Johan Jansen door een ander wel van zijn troon wordt gestoten. Latje Trap werd mede mogelijk gemaakt door 100% Voetbal en de Veenendaalse Krant.